Nou, hij vindt me heel goed en hij denkt echt dat ik naar de Olympische Spelen kan. Hij geeft heel veel aandacht. En niet tegen de andere kinderen. Beetje raar eigenlijk. Alsof hij iets van me wil of zo. Het beste talent dat je op de club rondloopt. Hij is bedreven. Hij is 5-6 dagen in de week op de baan. Misschien komt dat uit het feit dat ze een talent is. Maar af en toe heb ik het idee, hij zit dan net aan de... Het blijft lastig. Ik durf het eigenlijk niet te zeggen, omdat ik bang ben dat hij gemeen doet of dat ik niet normaal kan trainen. Ik vind het een beetje vanuit mijn standpunt gezien lastig om ook, vooral omdat Jeroen zo gedreven is, om er wat van te gaan zeggen. Hij vroeg of ik naar de film wilde, omdat ik het goed had gedaan. Maar ik wilde dat toch niet. Hé, staat die pannen erop? Je bent. Kijk. Tot volgende week. Ja, die jongens doen wel vaker gek en nu was het eigenlijk weer zo'n geval. En ik kan ook niet op mijn telefoon kijken. Ik kan het niet vanaf die afstand zien. Ja, het leek heel echt. Ik vond het best wel goed gemaakt. Word je ook van de rest van je leven gepest ermee? Want het blijft altijd op het internet staan. De telefoon is al privé, dus daar kan ik er niet zoveel mee doen eigenlijk. Echt een kleine jongen. Volgens mij vinden ze het gewoon een grapje. En ik wil ook weer niet dat zij weer problemen krijgen met hun ouders. Ja, hij is denk ik 4 jaar ouder of zoiets. Hij zit bij de senioren en hij helpt vaak met het trainen en moedigt aan bij de wedstrijden. Ja, hij is heel erg enthousiast en soms gaat het niet helemaal goed. Hij doet het gewoon heel erg leuk met de meiden. Alleen ik vind hem wel wat ver gaan. Dus ik weet niet of dat wel echt helemaal oké is. Soms raakt hij dan per ongeluk mijn benen aan of zo. Maar ik denk niet dat hij dat met opzet doet. Ik denk op deze leeftijd dat het heel moeilijk is om er iets van te zeggen.